Met hun akkers. Udenhout betekent eigenlijk buiten het hout. Maar loof- en naaldbossen vind je nog in overvloed. Het is erg de moeite waard om een bezoek te brengen aan de Loonse en Drunense duinen. Maar ons hoofddoel in Udenhout is natuurlijk toch de grote Sint-Lambertuskerk. Als je deze grote, deze ruime kerk binnengaat, valt je aandacht meteen op het hoofdaltaar. In barokke stijl. En in die stijl is het altaar ook werkelijk prachtig. In het midden een geboortetafereel van Jezus. De aanbidding door de herders. En daarboven een uitbeelding van de drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. En daaromheen staan dan de vier kerkvaders. Links Augustinus met het brandende hart in de hand. En dan komt paus Gregorius met de tiara op, de pauselijke kroon en de pauselijke staf in zijn hand. Rechts vind je dan in plaats van Hieronymus, die je zou verwachten, Norbertus. Dat komt omdat de Norbertijnen hier hebben gewerkt. En helemaal rechts staat dan Ambrosius met zijn bijenkorf. Een symbool van zijn welsprekendheid. Hij sprak zo vloeiend, zoetvloeiend als honing. En verder vind je er manshoge beelden van Petrus met de sleutels en Paulus met zijn zwaard. Hier links van mij is de preekstoel en onder de preekstoel aan de voet daarvan een afbeelding van Johannes de Doper. In de vorige kerk in Loon op Zand zagen we van dezelfde beeldhouwer, J.W. Peters uit Antwerpen, een voorstelling van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Hier heeft hij een manshoog beeld gemaakt van Johannes de Doper. Dit is een kerk waar je inderdaad weer lang in kunt ronddwalen en waar veel te bekijken valt. Dan moet u ook vooral letten op de zijkanten van de banken, die ieder weer een andere voorstelling hebben. Naar Oosterwijk komen we door een prachtig natuur- en vakantiegebied. Wie heeft er nooit gehoord van de Oosterwijkse vennen? Harry Stelling, onze vaste cameraman bij het programma Kerkenpad, zal ze voor u in beeld brengen. Dat is een kolfje naar zijn hand om u dit mooie natuurgebied te laten zien. Oosterwijk gaan we eerst naar de kleine Nederlands hervormde kerk. Hij draagt in de volksmond de naam Napoleonskerkje. Achter zo'n naam zit natuurlijk een historie. Bij de hervorming werd de Rooms-Katholieke kerk gegeven aan de protestanten. Die vormden maar een kleine groep. De kerk was eigenlijk veel te groot voor ze. Die konden ze nooit goed onderhouden. Daarom was het maar gelukkig en ook heel eerlijk dat de Rooms-Katholieke kerk weer aan zijn eigenlijke bezitters werd teruggegeven. De protestanten bouwden toen een eigen kerkje, een kleine zaalkerk, die door die omstandigheden de naam kreeg van Napoleonskerkje. De kerk is uit 1810. Maar sommige interieurstukken zijn ouder.
Let u maar eens op de stijlvolle kansel met zijn mooie koperen lezenaar. Ook het orgel is ouder dan 1810. Van de Waterstaatskerken breekt er een heel andere tijd aan wat de bouwkunst betreft in ons land. Er worden veel neogotische kerken gebouwd en de belangrijkste architect op dit gebied was dokter Pierre Cuypers uit Roermond. Hij is ook de bouwmeester van deze neogotische basiliek in Oosterwijk. Ik sta hier voor de zogenaamde Mariakapel. Daar bevindt zich een Mariabeeld dat befaamd is geworden. Het is gemaakt door de zogenaamde meester van Koudewater. Charles Eyck, de bekende schilder, kon ook mooie ramen maken. Hij heeft de glas-in-loodramen vervaardigd voor deze kapel. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de ontmoeting van Maria met de engel, die haar de aankondiging doet van Jezus' geboorte. En vlak daaronder de ontmoeting van Maria met haar nicht Elisabeth. En dan de geboorte van het Jezuskind. Jozef en Maria met de zuigeling vlak bij zich. Maar het meeste indruk in deze kerk maakt op mij toch de ramen van Max Wijs. Heel indrukwekkend zijn die kleurrijke ramen die hij bijvoorbeeld heeft gemaakt van de aanbidding door de wijzen uit het oosten. Let eens op de warme kleuren en ook op de markante koppen van die wijzen uit het oosten. Ook bevindt zich een raam van Max Wijs in deze kerk dat als onderwerp heeft het Pinksterfeest. Maria, te midden van de apostelen, ontvangt de rode vlammen van Gods geest. En weer een ander raam beeldt de wonderbare visvangst uit. Symboliek van de vangst van mensen. Immers de apostelen zullen de wereld ingaan om die te winnen voor het koninkrijk van Jezus. Kempische land staat in de buurt van Berkel en Schot de magistrale abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeve. Ruim 100 jaar geleden kwam een aantal kloosterlingen vanuit Vlaanderen hier naartoe en betrok een drietal hoeven, kleine boerderijen, die het eigendom waren geweest van koning Willem II. Vandaar die naam Koningshoeve. Door noeste arbeid hebben ze hier de barre heidegrond ontgonnen, maakte vruchtbare weidegrond en landbouwgrond van. Ze gingen onder meer gerst verbouwen en om in hun onderhoud te voorzien gingen ze ook bier brouwen. Het beroemde trappistenbier dat er hier in Brabant
om het maar eens protestants te zeggen, ingaat als een preek in een ouderling. Arbeid hoorde dus tot de taak van de monniken, maar ook schriftlezing en gebed. Vele malen per dag komen ze hier bijeen in deze kapel van het klooster. Zijn nu eigenlijk trappisten? Het woord trappist is in feite een volkswoord, een volksbenaming voor die oude orde van de Cisterciënzers. En de trappisten is in feite een reformatorische afsplitsing, kun je niet noemen, maar een hervorming binnen de Cisterciënzer orde. En willen we die Cisterciënzers een beetje begrijpen, dan moet je toch alweer een heel eind terug en dan kun je het beste beginnen in Egypte, Syrië, waar die eerste kloostergemeenschappen ontstaan. Die waaien dan zo, dat idee waait zo over naar Italië. Over welke tijd heb je het dan? Dan zitten we, als het naar Italië komt, dan zitten we zo in de 4e, 5e eeuw. En daar wordt dan iemand heel belangrijk en dat is natuurlijk Benedictus. En die schrijft zijn regel. En die regel van Benedictus, die zal het heel lang uithouden. En die wordt meegenomen zo in de 6e, 7e eeuw naar Engeland, Ierland. En die monniken die komen dan weer naar hier toe. Maar ja, ook die Cisterciënzers die raakten gedurende al die eeuwen enigszins in het slop, om het zo maar uit te drukken. En dan krijg je rond 1700 in La Trappe een abt. En die gaat ook weer optreden en die sticht in feite, of in feite, sticht is een beetje een moeilijk woord, daaruit voortkomen enkele kloosters die gaan leven volgens die richtlijnen die in La Trappe zijn ontwikkeld. En daar, La Trappe, daar naartoe zijn de trappisten genoemd. Vrome kloosterlingen dus. En past dat nu dat juist deze mensen dat heerlijke bier maken, dat geestrijke vocht wordt gemaakt door geestelijken? Daar zijn natuurlijk problemen over geweest. Maar er is hier een abt geweest en toen waren de kapucijnen hier van Tilburg en die wees op die twee strijdigheden, drankbestrijding en zelf bier maken. En toen heeft die abt hele wijze woorden gesproken. Die zei van, wij zijn voor mate. Je moet het heel matig doen. De kloosterlingen zelf drinken nauwelijks van hun eigen brouwsel. Die abt zei, wij drinken matig. Maar als er dan bier gedronken moet worden, wees dan verstandig en drink een trappist. En zo waren we dan in het warm kloppende hart van Brabant. We bezochten Waalwijk en Loon op Zand, Udenhout en Oosterwijk en de abdij in Berkel en Schot. Zaterdag en zaterdag over een week kunt u er naartoe om de kerken te bekijken. Trouwens, aanstaande zaterdag bent u ook nog welkom op de route in Noord-Holland, kerken te kust en te keur.